In het programma De Geknipte Gast voerde presentator Euskan Akyol onlangs een bijzonder gesprek met misdaadverslaggever Kees van der Spek. Terwijl de schaar door zijn haren ging, kwam er een emotioneel moment naar voren. Het gesprek draaide om het thema spijt en Van der Spek deelde openhartig zijn gevoelens over een moeilijke periode in zijn leven. Kees van der Spek, nu 59 jaar oud, sprak zonder terughoudendheid over zijn scheiding. Hij gaf aan dat hij geen spijt heeft van de scheiding zelf, maar wel van de impact die het op zijn kinderen had. Het moeilijkste moment tijdens die periode was volgens hem de dag waarop hij en zijn ex-partner hun kinderen moesten vertellen dat ze uit elkaar zouden gaan. Van der Spek beschreef dit moment als afschuwelijk. Hij deelde dat een van zijn zoons zelfs vroeg of ze toch niet uit elkaar gingen. Het was hartverscheurend voor de presentator om te moeten bevestigen dat dit wel het geval was. Hij benadrukte hoe pijnlijk het was om zoiets aan je kinderen te moeten vertellen. Gelukkig eindigde het gesprek op een positieve noot. Van der Spek deelde mee dat uiteindelijk alles weer goed is gekomen.